wat heb jij dan voor binnengebracht? Ik heb voor 5000 euro binnengebracht. Zal ik eens even kijken? Het is hier voor het goed dat jij wel op het boek staan. Maar wat zijn we aan het uitrekenen nu dan? We zijn aan het kijken wie er geld heeft binnengebracht. Bij de prijsstellingen en de mandjes. Heb jij 4000 euro? En Mirjana ook. Wat dan? Jij komt ook wel bij mij, hè? Want ik jij niks hebt gepakt. Nee, dat was niet het pakje. Oh, lekker is dat. Ik dacht dat het 10 waren die dag. Ja, maar jij hebt niks gepakt. Laat het eerlijk zijn. Nee, ik heb niks gepakt omdat ik bang was dat ze hadden geloven. Dus eigenlijk heb jij geld gepakt, zeg je. Ja. Hart, wanneer heb jij eigenlijk geld binnengehaald? Theater. Nou, in gezamenlijke opdracht heb ik geld gepakt. Ja. Samen met de groep. Ik kan dus nu toe zeggen dat we allemaal een beetje geld hebben gepakt. Ja. En allemaal met z'n allen geld hebben gepakt. Ja, en allemaal niet geld hebben gepakt. Ja.